Frisco gaf woensdag in het Eindhovense Plaza Futura een luistersessie. Niet erg, ben ik kei dankbaar dat jullie allemaal zijn gekomen en dat ik volgens mij wel een beetje een volle zaal zie hier vandaag. Dus hartelijk dank daarvoor. Op 11 mei verschijnt het nieuwe album van Frisco. Maskerade is de opvolger van Frisco's self-titled debuutalbum uit 2010, waarmee hij hoge ogen gooide bij een breed publiek. In dit album zit wel een rode draad. Er zit een verhaal en het gaat eigenlijk gewoon verder waar je gebleven bent met mijn debuut. Dus ook omdat ik autobiografische muziek ben. Dus ik neem je gewoon weer mee in het verhaaltje Roy of Frisco. Ja, hoe zou je het dan omschrijven? Ja, het is moeilijk, want ik ben in zoveel hokjes geplaatst. Toen wij 6 jaar geleden begonnen in Eindhoven met Zwarte Schapen, toen kregen wij de titel Maatschappij Kritisch. Toen hebben we gezegd, dat zijn we helemaal niet. Toen is het maatschappelijk betrokken geworden. Toen heb ik mijn soloplaat gedropt. Toen noemden ze mij de emotionele emo-rapper. Toen werd ik de clownrapper. En vandaag heb ik iets met Theo gedaan en is het ineens cabaret-rap geworden. En ik heb zoiets van, een leider laat het volk zijn verhaal vertellen. En ik moet gewoon doen en mensen gaan het toch wel in een hokje plaatsen. Op het nieuwe album werkt Frisco samen met onder andere Ice Kid, Timon en Louis Bordeaux. Ook met acteur, cabaretier en Eindhovenaar Theo Maassen is samengewerkt. Ja, nou, daar voel ik me alleen gezegend hoor, man. Voor mij is dat... ik vind het prachtig dat hij met mij wilde samenwerken met rapper Frisco uit de Edison, weet je wel. Dus, maar kun je daar al iets over vertellen? Want ja, maandag stond er volgens mij in de krant bebloede vrouwen, ja. Allemaal onderdeel van de clip. Ja, wat ik daarover kan vertellen is gewoon dat we gewoon weer gek zijn gaan doen. En ik weet niet wat ik erover kan vertellen, want ik moet natuurlijk ook, de clip moet ook een beetje verrassen nog. Maar ik denk dat menig Frisco-fan gechoqueerd gaat zijn. Ja. Oh, je wordt mishandeld door Theo? Of? Nu word ik wel nieuwsgierig. Ik weet het niet. Je weet het wel, maar je zegt het niet. Nee, ze hebben me in narcose gebracht. En toen werd ik wakker en toen zeiden ze, ja, de clip is klaar. Okay. Dus ik weet het niet. Wil je meer weten over Frisco? Kijk op ed.nl voor het hele interview met de Eindhovense rapper. Daar spreekt hij nog over zijn documentaire en de Twitter-ruzie tussen Frisco en topnotch baas Kees de Koning. Ik voel me heel klein, man. Serieus, het is echt voor mij...